Dag dames en heren. Na een wisselvallig voorjaar en bovenal een zeer natte mei maand op veel plaatsen in Nederland. Veel landerijen liggen er op dit moment zo bij. Begint op 1 juni de meteorologische zomer. Dat is morgen dus. En in deze nieuwe 30-daagse weersverwachting van weerplaza gaan we kijken wat de eerste periode van die meteorologische zomer ons gaat brengen. Nou na al het wisselvallige weer van de komende tijd lijkt het de komende dagen met name na het weekend een tijdje wat rustiger te zijn. Ons land ligt onder invloed van een hoge drukgebied ten westen van ons. Heel af en toe schampt er nog een, een front, zoals bijvoorbeeld rond aanstaande dinsdag, aanstaande woensdag, met tijdelijk wat regen. Maar over het algemeen loopt er een gordel van hoge druk van de Azoren zo'n beetje naar Centraal-Europa, waar wij regelmatig onder komen te liggen. En dat betekent dat er een aantal droge dagen op het programma staat. Daarbij is het niet al te warm, want meestal waait de wind uit een west- tot noordwestelijke stroming. En de eerste dagen zelfs strak uit het noorden. Dat betekent een aanvoer van over een relatief koude zee. En dus gematigde temperaturen voor de tijd van het jaar. Nou, die verdeling zien we ook mooi terug op deze weerkaart. De luchtdrukafwijking voor komende week. Een actief lage drukgebied bevindt zich boven Scandinavië. En ten westen daarvan een. Vrij sterk hoge drukgebied. En tussen die twee drukgebieden in staat bij ons dus een meestal Noordwest- tot Noordelijke stroming. met de aanvoer van relatief koude lucht. Mooi terug te zien op de temperatuurkaart. Een vrij groot gebied met blauwe kleuren boven West-Noordwest-Europa. dat is dus die Noordwestelijke stroming. met temperaturen iets beneden het langjaar gemiddelde voor de tijd van het jaar. Nou, normaal gesproken zitten we met temperaturen rond een graad of 20. Zo heel af en toe halen we dat wel de komende week. Aanstaande zaterdag, bijvoorbeeld, morgen is dat het geval. Maar ook in de loop van volgende week kan de temperatuur best even tippen aan een graad of 20. Maar het gemiddelde, gemiddelde ligt net iets onder de norm, met ongeveer 18 graden. Ook de nachten worden volgende week langzaam wat minder zacht. En dat heeft te maken met een afname van de wind. Qua neerslag zien we vandaag en morgen nog wel wat signalen voor buien. Daarna is het een paar dagen overwegend droog. Maar in de loop van volgende week zien we die buigheid langzaam toch weer wat toenemen. Met name richting volgend weekend is er wel weer kans op enkele stevige regen- of onweersbuien. De week daarna. Dan verdwijnen die blauwe kleuren op de temperatuurkaart geleidelijk. Boven Noord-Europa zijn er nog wel wat signalen voor iets kouder weer dan normaal. Maar langzaamaan in onze regio wat meer neutrale kleuren. Dat betekent niet dat de temperatuur de hele week normaal is. De eerste dagen zou het nog aan de koude kant kunnen zijn. Maar in de tweede helft van deze week, van de periode 10 tot 17 juni. kunnen we juist wat warmer weer dan normaal tegemoet zien. En dat heeft te maken met een lage drukgebied ten westen van ons. Dat hoog wat hier aanvankelijk lag. Komende week trekt zich langzaam terug richting Groenland. En er bouwt zich een brede gordel van lage druk op ten westen van ons. En dat betekent dat de wind geleidelijk gaat draaien naar opnieuw een zuidwestelijke richting. Dat levert dus beduidend zachtere lucht op. Van tijd tot tijd warmere lucht, maar ook veel onstabielere lucht. En we komen waarschijnlijk toch wel weer onder invloed te staan van lage drukgebieden. Dat zien we ook mooi terug op de neerslagverdeling voor de week van half juni. Boven Centraal en Zuid-Europa. Oranje kleuren, daar is het dus wat droger dan gemiddeld, maar wij komen al gauw weer grotendeels onder de groene kleuren te liggen en dat betekent natter weer dan gebruikelijk voor half juni. Hoe ver dat dan precies over ons heen komt te leggen en hoe ver dat Europa inkomt, dat moeten we nog even afwachten. Het is echt lange termijnwerk, maar dat het duidelijk wisselvalliger wordt in onze omgeving, dat lijkt wel vrij zeker. En niet alleen bij ons, maar ook in delen van België, Frankrijk en op de Britse eilanden, maar ook richting Scandinavië, wordt het duidelijk wisselvalliger. Niet alleen dan, maar ook de derde week van juni is dat het geval. Mogelijk snoert zich dan weer een lager drukgebied af boven de Noordzee. Of boven Engeland en Schotland. Dat is een beetje de luchtdrukverdeling die we de afgelopen weken ook vaak gezien hebben. Hoge druk bevindt zich wat meer boven het zuidwesten van Europa en wat verder boven Oost-Europa. Maar bij ons dus waarschijnlijk een laag drukgebied in onze nabijheid. Mogelijk in de vorm van een zogenaamde koude put. Dat betekent dat een lager drukgebied op grotere hoogte gevuld is met koude lucht. en een beetje als het ware ingesloten raakt tussen hoge drukgebieden. En daardoor kan zo'n luchtdrukverdeling best wel weer hardnekkig blijven hangen gedurende langere tijd. Nou, dat betekent dus in onze omgeving een aanhoudende kans op buien. Het ligt er alleen wel een beetje aan waar dat lage drukgebied precies komt te liggen. Komt de situatie van deze kaart uit, dan zullen we veelal met een westelijke stroming te maken hebben en dus de aanvoer van buien en relatief gematigd warme lucht met temperaturen rond of net iets onder normaal. Zakt dit lage drukgebied net wat zuidelijker af, richting de Franse kust, dan krijgen wij juist vaker met een zuid tot zuidwestelijke stroming te maken en de aanvoer van zo af en toe veel warmere lucht. In dat geval zou de kans op af en toe stevige onweersbuien ook wat groter kunnen zijn. Nou, het gros van de berekeningen berekent temperaturen rond of net iets onder normaal, gemiddeld genomen dus in die week. En dat betekent dat het lage drukgebied in de meeste berekeningen dus dicht bij ons land ligt. Ten oosten van dat laag zien we een opstoot in de zuidelijke verstroming van warmere lucht over Centraal- en Oost-Europa. Het zou dus theoretisch kunnen zijn, er zijn enkele berekeningen die dat doen, dat die warme lucht... Een stuk dichter bij ons land komt te liggen en dat wij ongeveer op het grensvlak uitkomen. tussen de koele lucht in het westen en de warme lucht in het oosten. met af en toe dus echt zware buien. Nou, in de loop van deze maand zal duidelijk moeten worden. waar dat grensvlak ongeveer komt te liggen. Eén ding lijkt wel vrij zeker: een lange, stabiele en droge periode. met mooi voorjaarsweer/slash zomerweer. Ja, dat zit er voorlopig toch niet in. Ook een groot deel van juni blijven de buienkansen behoorlijk groot. In onze omgeving. Voor nu wens ik u een goed weekend.